Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi! Als je geen eigenaar bent van een perceel, dan krijg je geen aansluiting van de Surinaamse waterleidingsmaatschappij. In ik zie aansluiting voor IBS. Gas dat die is niet als hier zo dat je aansluiting vindt. Maar men heeft daar een regel voor dat je de man doet was aan dat die. Isabi. En dan leuk. Maar wat zie je gebeuren nu? Die regel is niet van toepassing op die mensen die geoccupeerd hebben. Men maakt een uitzondering voor hun. En dat zeg ik is een hele kwalijke zaak, mensen, Isabi. Je moet dat niet willen. Want als je daarmee begint, en je hebt gezien toch, Samsana Asandati, dat eind is zoek. En ja, die is naar kwekkie. Want men is er niet van afgestapt om te occuperen. Men doet het nog steeds. En wij hebben gezien dat hier over occupatie. Het werd georchestreerd. Orchestreerd wil zeggen, de man, die parlementsleden, Afonsois, vooral in Misikaba, die stonden er bekend om dat je hebt de man gewoon verpoord in dat. En die mensen, die zijn op een hele vrede manier achtergekomen dat hier de man poer uit het binnenland. En dat is ook de man is niet eng. Dus je ziet een hele soort belazerij wat je krijgt. Hetzelfde met dit ding, met die Indiaanse gemeenschap die nu genaturaliseerd gaat worden. Die, zolang de man dat komt en de man die ziet, wie eisen rechten op. Ja, heb je een probleem? Je hebt een vreselijk probleem, want ja, hoe ik denk tot oorspronkelijke bewoners. Kan jij het verschil zien? Dat je, maar ja, aan Inge die zie, en mensen het is op te met dat Inge is niet bedoeld om te discrimineren. Nou, laat zien tegen de sander dan aan mij. Isabi, het is gewoon ter informatie, begrijp je? We moeten daar overheen stappen, mensen, dan aan de sander, want die heeft geen toegevoegde waarde. Vest dan klets over de woorden en alles en dat. Het is niet bedoeld om te krenken. Het is bedoeld om te informeren. Kan jij dat onderscheid maken? Ik dacht, wie van jullie is die oorspronkelijk? Want jij bent genaturaliseerd. En daarom zeg ik, kijk, bij die naturalisatie moet de parlementariërs toch ook eisen van, ja, Lukuno Brada, Icon, ja, leuk. Maar jij maakt geen aanspraak op die dingen. Je maakt daar totaal geen aanspraak op. Je krijgt een status als Surinamer. Je wordt genaturaliseerd. Prima. En afisukie passie. Maar je ziet, het gaat niet gebeuren. Want ja, dit is ook georchestreerd. De man is kon ja zo. Omdat ja, het zijn binnenlandbewoners. Want die zijn in Apure. En die dingen worden aangezien als binnenland. Nalekie, de aanhang van de ABOP. En daar zie je de oneerlijkheid ten opzichte van de andere bevolking van Suriname. En die bevolking heeft zichzelf lang koes gehouden om te zeggen, ja, Libasanyo, Isabi. Maar ik vind dat je toch een beetje je stem moet verheffen om te laten zien van, nee, potverdorie, het houdt het keertje op. Isabi, one man, one vote. Want kijk, binnenlandbewoners. En dan heb ik al dat verschil laten zien van, kijk, economisch, bijdrage is haast niet heel. Want je ziet dat Brunswijk kwam en zo, dat ja, maar bij 20 kilo, maar we 20 kilo goud voor bij sang, voor doe sang. Of kom bij belasting? Nee. Maar we gaan bij pettruiningen vragen. Dan zeg je, ja, goed. Ook bij een bedrijf, dus dat bedrijf heeft dan een beetje inkomsten en personeel, en ook prima. Maar voor hetzelfde geld, dat dacht, ja, maar ja, neemt ik een cross uit het buitenland. En ja, vraag het geen neem ik, ja. Neemt ik uit het buitenland toe, vandaan. En ja, de trui, we ik dit en dat in zijn naam. Dus dan, zo zie je dat, ja, dat dit naar het buitenland gaat. Ja, hoe moet je daarmee omgaan, mensen? Dus, dan
hebben deze mensen tegen een binnenlandbewoner gaat stemmen, stelt zijn stem voor twee. Want ja, je hebt een dubbele systeem in Suriname. Een evenredig systeem waar men woont voelt, maar een onevenredig systeem ook. Wat betreft bepaalde delen van het land. En als je in corona komt, dan is het een hele scheve verhouding. En dan Onoe Bari. Altijd hoor je mensen zeggen, ja, maar Suriname staat bekend om het meest eerlijke land die verkiezing organiseert. En daar heb je niet goed geluisterd. Suriname staat bekend als het meest eerlijke land die verkiezingen organiseert. Ja, hier is toch organiseert, organiseren, organisatie. Hé, hey, Lukuno, dat ben je, jouw brievenbus, bonkie stem daarin. Dat is organiseren. Maar die natraject moet je kijken, de wetgeving eromheen, klopt dat? En dan zie je dat er allerlei instanties hebben geschreven ook. En hebben aangeraden van, ja, maar je moet dat beter doen, dit doen, dat. En dat wordt nu naar voren gebracht. Wij houden het erop, Isabi, dat die, kijk maar, die mannen hebben gezegd, georganiseerd, prima, ja, leuk. Maar ja, organisatie, maar de natraject dan, hoe zit dat daarmee? En ja, het is iets een Surinaamse aangelegenheid. Wij praten erover, mensen. En oké, okay, goed, prima, Isabi. Maar ja, het is niet zoals het moet. En ja, ik vind het een hele kwalijke zaak. Want ja, kijk nou, if je begint aan Sandati. En je komt van de karing. Ik ook geen man is zomaar van Surinaamse nationaliteit. En naderhand aan nationaliteit voor de man die gaat jouw parten spelen. Het gaat jou in problemen brengen. Omdat je er niet bij stil hebt gestaan. Je keek alleen maar dat één mek. De man kon stem geven. En ja, dan ben ik binnen. Dus ja, ik vind ook dat zo. Dat is vraag om problemen. Want ja, kijk maar wat er gebeurt met grondrechten in Suriname. We kunnen er niet uitkomen. Omdat het heel onredelijk is tegen een grote gedeelte van Surinaamse, van de Surinaamse gemeenschap. En die eisen die er rondom die grondrechten vraagstuk wordt gesteld is moeilijk. Is enorm moeilijk. Ik weet dat er wat gedaan moet worden van deze mensen. Dat je ze moet beschermen. Met betrekking tot hun problemen, vooral in het binnenland. Maar daarnaast moet je ook keihard optreden, takiëren. Kijk, in Suriname gelden wetten. En ja, in een bedreig mee, voeg het even. Ja, maar ja, even nog niet mee, even liep, ik poer mee, ik kom boeldozer mee of zo. Dan, heb je een probleem, want dan is stem niet tapo. Ja, nou goed, dan wil ik jouw stem niet hebben. Zo moet je ook eerlijk zijn. Want het is een als iemand jou gaat bedreigen, mensen, dan heb je een probleem. Kijk, al die wetgeving rondom dat ding wat ik gezegd heb van SWM, IBS, internetaansluiting, is opzij gezet. Is helemaal opzij gezet. De muzika is gaan bemiddelen. En ik heb toch mensen, in loop bang om iemand te meten kwam staan en die kar was maar neemt, dan kan bewijzen dat gaat dit zo. Dus ik zeg niet dingen zomaar. Maar Misikaba is daar gaan bemiddelen ertussen. En ja, de SWM, EBS en internet aansluiten, alle de mankjes zien. En dan de mij lafo, want ja, miauwaan osso, miauwaan grong. En ik heb er geen stuiver voor betaald. Geen stuiver. Want lang niet er zeven hebben deze parlementsleden voor gezorgd. Dat de man praat aan grong voor een man. Maar dat die verkaveling grong voor gozering. En dan weet ik, ja, kies hem mooi, Isabi. Wepina, ja, leuk, is een hele mooie stelling dat. En dat ga je ook krijgen met dit soort mensen, want ja, de man is naturaliseerd en de meid tandappen. Maar op den duur gaan ze zeggen, van, ja, maar mijn man op is grongi mservi. En dat mag, dat moet kunnen. Maar je moet rekening houden met je eigen bevolking. Daarom tegen de man is het taxa niet. Dan in Nederland, hoe neem begrijp je? De man dacht, ja, maar eigen volk eerst. Het zal wat moois wezen, want man kmoppen. Helemaal uit Syrië, in mijn vertie. Naar Taliban, of noem maar op, of Irak.
dan, ja, je is dan wachting van of zo, ja, zo tientallen jaren. En de man dat komt en ze worden gelijk geholpen. Ja, dat gaat kwaad bloed zetten, toch, mensen? Dat toen verder ging betoog dat. Maar nogmaals, kijk, Isisamsa naar de Haitianen, no Arubanen, noem maar op, alle soorten, maar ik kom voor stem. En iedereen wordt voor de verkiezingen genaturaliseerd. En ja, het is heel triest hoor. Het is wat er in Suriname gebeurt. Mensen die dingen doen die zonder te beseffen van wat de reden is hiertoe. Het is heel erg. Ja, die mevrouw vroeg me ook over dat ding van Dino Bouterse. Ik ben totaal onvoorbereid daarop, Isabi. Maar ik ga een schot wagen daarover. Dat ding van Dino Bouterse, mensen. Ja. Er is een... Ik heb even snel gekeken hier zo, Isabi. Ik moet het hebben van internet nu. En is dat mijn lobby in de sanitie? Ik hou ervan om te controleren. Maar dat laat onverlet. Ik was mijn actie, want dan moet je zoveel mogelijk je best doen om het te kunnen vertellen hoe of wat, Isabi. Ik zie op 26 februari 2020 stond er inderdaad een kop in de ware tijd. Dino Bouterse mag rest aan straf niet in Suriname uitzitten. Ja. Dan ga je afvragen van, ja, maar vandaan. Ik doe een feit in Panama, de American Grabby, de Manchariga, Amerika, Gostrotoy. Hoe kan het dan dat je iemand kost dan als er dan de ecotistraf voor? Het zal wat moois wezen, toch, mensen? Of wordt de soep niet zo heet gegeten, zoals die wordt opgediend? Ja. Ik moet u zeggen, er is een ding, een wet die het mogelijk maakt voor mensen, Isabi, omdat ja, je zit met dat ding, dat je kijkt, nou, zo'n man zit ver van huis, you know, man, ik kwam op Chiplin, die longe toepad, dat ik op een bezoek aan man, dat man, dat je heren kijkt, er is een verdrag, landen kunnen zich aansluiten bij dat verdrag, en dat verdrag is die Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad, ja, op plek vallen, keren mensen lees Engels. Maar het komt erop neer te keren toch. If you do a feit, wie soort nationaliteit, ja, maar je bent bijvoorbeeld een Nederlander, gassen aan zwarbolletjes, de man grabas sanderij. En de man berecht in dat. En if de man nakje van straf voor bijvoorbeeld 6 jaar, dan moet hij 2/3 van dat straf uitzitten in Suriname. En 1/3 daarvan mag hij dan in bijvoorbeeld Nederland gaan uitzitten. En daar is een procedure voor, Imgo Axel, want die netjes zijn gratis. Daarmee, we halen je over naar Nederland, dan kan je je straf hier uitzitten. Er zit een probleem, dan gaan ze niet op buiten of zo, want ja, mensen, Im Sabib Tjunzo, over haar geschiedenis, taki jongen, lukuno, zeiden, meki wa man sa tegi, taki. Ik wil niet dat die jongen naar Suriname gaat. Voeg ik het in straf voor dat. En u noemt vergeet dat Paris is 16 jaar. Hè. En op Chimboy theorie, dat je dus ja, hij zal ongeveer, ja, minimaal 10 jaar moeten zitten. En dan mag dat die, ja, kan je een verzoek indienen. Maar wat ik een beetje raar vind, is van takieren nou. Als dat niet Bouter, Dino Bouterse. Nog geen jaar daarna, de man die nog een aanvraag in. Want Suriname had die verdrag nog niet geratificeerd. Ratificeerd, wil ik hier nou, ik ga deze verdrag tot een integraal onderdeel maken van mijn wetgeving. Dus mogen doen mee aan een verdrag, die zie ik ook zo. Maar die mogen doen mee, dat want dat je een wetgeving is aan die een verdrag. Is van toepassing op alle Surinamers daar zo. Dus ik ga Surinaamse mensen verbinden. En dan, ja, Isabas aan dat die karasan een ieder verbindende bepalen. Maar laat die dingen, is veel te technisch, juridisch technisch en zo. Maar wat ik zeg van, kijk, 12 juli 2018,
de man behandelen, wat is in het parlement. En 7 oktober wordt een verzoek afgewezen. Is maar niet eens een jaar nog. En die mevrouw die hieraan verbonden was, die dat verzoek had ingediend, die was Lucretia Redan. En ze hebben onderscheid aan mensen, want ja, want Loredan, want dit, AZP, academische kruis, hè. Maar het is niet, deze is Lucretia Redan, ze was voormalig zaakgelastigde in Amerika. En ze is opgevolgd door mevrouw Nirmala Badrizing. Zij heeft dat verzoek ingediend. Oké, ik weet niet wat haar gronden zijn, maar dat verzoek is afgewezen. En ja, ik stel voor, laten we een beetje luisteren naar die behandeling van dat verdrag in het parlement. Want ik heb dat ding gevolgd ook toen de tijd. En ik kan me nog goed heugen. Een beetje fatu mensen, dat ik moest er zo om lachen. Maar ik stel voor om toch te gaan luisteren. Een beetje naar wat er gezegd werd in dat verdrag. En voor herinnering, zo, we gaan terug in de tijd. En dan gaan we kijken van wat er daar zo besproken was destijds. En ja. Even kijken hoor, mensen. Ja, we gaan naar juli 2018 en dan gaan we een beetje kijken van hoe of wat en luisteren naar wat er zo'n beetje gezegd werd destijds. Dan weten we waar we het over hebben. Even kijken hoor mensen, ik moet even zoeken Isabel, want ja, je weet toch, mama Oudu Fodu. We gaan luisteren mensen, we gaan helemaal naar het parlement van Suriname, in de archieven duiken. De ingekomen stukken gehad, met enkele eerste antwoorden. Ik heb aan de griffie gevraagd u de handelingen hiervan te doen toekomen, waardoor u de vragen heeft voor komende week. Het wordt dinsdag of donderdag, dat kunnen beantwoorden. Goed. Dan zijn we nu bij agenda punt 4, de voortzetting daarvan. En u moet goed luisteren wat de agenda punt 4 inhoudt, hè, mensen. Goed luisteren. Behandeling van de ontwerpwet. Houdende goedkeuring van de Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Commissie van rapporteurs de leden Cotino, Matura, Nading, Brunswijk, Gangaram, Pandey, Brieveld en Snip. Hier over wat voor wetgeving het gaat. Commissie. Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Een hele mond vol mensen. Ja, goed luisteren. Cotino, Matura, Nading, Brunswijk, Gangaram, Pandey, Brieveld en Snip. De eerste ronde voor het parlement was afgerond. En aan de u de handelingen hiervan te doen toekomen, waardoor u de vragen heeft voor komende week. Het wordt dinsdag of donderdag, dat kunnen beantwoorden. Goed. Dan zijn we nu bij agenda punt 4, de voortzetting daarvan. Behandeling van de ontwerpwet. Houdende goedkeuring van de Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Commissie van rapporteurs. Hier, dus de behandeling van deze wet, hè, waar Dino Bouters een beroep op heeft gedaan. Ja. Maar wat zie je gebeuren hier zo, mensen? Er gebeurt iets raars hier zo in het parlement, onder deze mevrouw. Want ja, als Marici, ze wil dat ding een beetje afjassen. Snel, snel. Isabi. En Nicolas Sting na de Wandati. Maar dat ding is een eenvoudig verdrag na de Wandati. Ja. Oké, eenvoudig. We gaan moeten kijken of het inderdaad zo eenvoudig is zoals zij zich voorstelt. Maar ik wil u toch dat meegeven. Dat je hoort uit haar eigen mond wat ze gaat zeggen. Of het inderdaad eenvoudig is of dat je als dan moeilijk na de Wandati. Want ja, het betreft die zoon van. En mensen,
De notie dat hier een uitkijk wet die zie een verdrag die zie is geen wet een verdrag. De notie dat uitkijk verdrag die zie speciaal voor opa occasie dat hier no de man veroordeelde man dat be isabi dan jongen weet ik al wet die zo uitjaren kon dat be terug als er nang isabi en dat hij uitjaren kon dat be ja die moet je luisteren dan lekva de man die meriba Romano meriba gratie. Zo weten we ook toen naar die Nobouterse. Ja, dat was die hele opzet. Dus ja, koud was aan die snelste, dan allemaal noemt gewoon klets. Isabeko actie van Losani. En even kijken, mensen. We gaan luisteren naar haar wat ze te zeggen heeft. Goed luisteren, ja. Geen openbare commissievergadering voor nul zou zijn dat we 4 plenaire vergaderingen eraan zouden moeten besteden. Daar klopt iets dan niet. Dus. Het is of het is zeer eenvoudig, we zijn akkoord gegaan met de commissie. Dus of het is zeer eenvoudig, of het moet naar openbare commissie. Dus we... Hier, het is zeer eenvoudig. Of wat, of ja. Want dan hebben we een contact naar de openbare commissie. Kon doen als hij niet doet in plenair, 3 keer dat ook bij. Isabi? Gaan uit van zeer eenvoudig. Blijkt niet zo eenvoudig te zijn, maar dit is onze 2e vergaderdag. Dus ik denk dat we nou de zaak moeten afronden. Ja, dus er was verruiming inderdaad gegeven van de spreektijd in verband met het feit dat er geen OCV is gehouden. Maar ook die spreektijd is niet elastiek, dus gaan we naar uw aandacht. Jusab, zijn er OVC toch, openbare commissievergaderingen, OCV, goed zo. Ik stel aan de orde de 2e ronde voor het parlement, voorzitter van de commissie, lid Cotino. En mensen blijven voor, je gaat hier iets moois meemaken. Isabi, want ja, ga maar zelf luisteren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gezien de spreektijd zal ik super kort zijn in deze 2e ronde. De 2e ronde voor het parlement. Hier, hè? Super kort, want ja, die wet moet er doorheen komen. Nou, mijn grap, Isabi. Dino Boutersen moet in vrijheid worden gesteld. Dus de man die ziet, die zegt, ja, wij zijn het parlement. Wij zijn de hoogste orgaan van de staat. Oké, goed luisteren, man. Ze gaat wel een beklag doen. En dan moet je kijken naar die reactie van Simons. Ja, ik moet wel stellen, voorzitter, dat we als commissie het besluit hebben genomen dat we meteen gaan naar de openbare plenaire vergadering onder voorwaarde dat onze spreektijd verlengd zal worden en dat we daarin niet beknot zouden worden tijdens de openbare vergadering. We hebben dat gedaan. U heeft me niet horen zeggen aan mensen tot nu toe dat hun spreekwoord de spreektijd is verlengd, in sommige gevallen verdubbeld. Okay. Ja, goed. Je ziet toch wat er gebeurt, mensen. In omkangen nou aan die zijn. En Cotino, mensen, de lijnen zijn uitgezet. Hè. Cotino gaat ondervoorzitter worden van het parlement, boven voorzitter, Simons president, de man dat hij dus ja, Amsabin Presi, Isabi. En je krijgt dit ding, wat je vaker hoort nu, vooral bij meneer Julian Witte, die psycholoog, over dat ding. Amai, over rijk gepigmenteerd en minder rijk gepigmenteerde mensen, Isabi. Je ziet dat ding van die manoumissies hier toch, die lichtgekleurde naar die donkergekleurde, Isabi. Cotino is niet donker gekleurd. Dus je moet je kop houden en doorgaan. Ik bepaal hier zo. Daar komt het op neer. Maar, we gaan luisteren. Goed. Voorzitter, we willen met dit verdrag de mogelijkheid creëren dat personen die in het buitenland zijn veroordeeld hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten of verder kunnen uitzitten, zoals al gesteld in de eerste ronde. Hoor je waarover het verdrag gaat, Isabi? Goed luisteren wat ze zegt, wat dat verdrag inhoudt, ja? Hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten of verder kunnen uitzitten, zoals al gesteld in de eerste ronde. En zoals we dat eerder ook hebben gezegd, is er met betrekking tot dit verdrag al bestaande wetgeving in place.
Er is al bestaande wetgeving in place. Hè? En ja, ze gaat het hebben over die WOTS-verdrag, hè, mensen. Wetoverdrag ten uitvoerlegging strafvonnissen. WOTS. Ja? Sana Sandati. Dan geef ik een voorbeeld. Look, een Nederlandse rechter veroordeelt Bouterse Djaso. Je kan twee dingen doen. Je kan om uitlevering vragen dat eet ze naar Mankonja. Met kan Mankoko te straffen. Ja? Je kan ook zeggen, look, een WOTS. Wetoverdrag ten uitvoerlegging strafvonnissen. Dus ik ga die strafvonnis, die is uitgesproken door de Nederlandse rechter, overdragen aan de justitiële autoriteiten in Suriname. Dat je dacht, heren, nou kijk, dit zijn mijn bevindingen, dit zijn die bewijzen. Nou, dus aan dat je kijk, ik ben tot deze slotsom gekomen en ik heb die man tot zo'n jaar veroordeeld. Dan moet je die man berechten voor mij daar zo. Ga die man opsluiten. Dat is dat verdrag van WOTS. Wet, overdracht ten uitvoerlegging, straf van zijn mensen. En in Suriname is dat bij Unehoruna Noa Rigels, dus ja, een lasting. Namelijk de wet overdracht en overname van de ten uitvoerlegging van strafvonnissen, afgekort als WOTS. En rekening houdende met het feit dat deskundigen van justitie en politie als ook het Openbaar Ministerie hebben aangegeven dat dit verdrag geheel in lijn is met de vigerende lokale wetgeving, denk ik dat we als fractie niet oneens kunnen zijn en geen andere mening op na kunnen houden dan ons terug te vinden in de strekking van dit verdrag en de ontwerpwet zoals die in behandeling ligt. Mooi zo, dus Isabel, ja, het is al gezegd, hier en dan kijk, no one draai, we accepteren dat wet, prima toch, ja, je bent parlementslid, je mag dat zeker doen, Isabel. Maar dan heb je zo'n beetje het beeld dat Tele zo'n bericht over die Bouterse, waar het over gaat. Maar kijk nou, nu krijg je mensen van de VAP die gaan tegenstribbelen. En Jeren ook, ik zit hier met een probleem, want Surinamers gaan vreselijk boos worden. En ja, ik kan jou daar niet bij helpen, Isabi. Want waarom zeg ik dat, Luco? Ere wie ere toekomt. Je ziet, kijk bij Cotino, ja, ze neemt alles slaafs over. Maar wat ga je nu krijgen? Nu ga je kader zien praten. Mensen met verstand. Ja? Man nanga verstand, takine, tjade, edegweso. Ja, je kan dit voor dingen willen hebben. Maar, ja, wacht eens even. Ik heb bedenkingen. Isabi. Dus, we gaan luisteren, mensen. We gaan goed luisteren. Van, hoe heet het, naar mensen van de VHP. En Isabi, enough tag me, enough bell me. Trouwens, ik heb mijn lijnen afgesloten, want ik wil mijn verhaal doen. Hè. Kijk, maar een koelie, VHP, naar een koeliepartij, naar de Sandati, dus ja, Isabi, hoe zou de Sandati, maar ja, we dek elkaar, naar we Nyambara samen, naar de Wandati, leuk, prima. Maar ik heb gezegd, ere wie ere toekomt. Kijk, als de coalitie niet in staat is om deze wet naar behoren te kunnen behandelen. De man, doe snel, 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 want ja, die dat kan we doen. En je hebt het resultaat gezien, toch? Hij mag zijn straf niet uit komen zitten in Suriname. Had je dat ding goed gedaan? Zoals de regels, voorgeschreven regels, de procedurele regels om een wet aan te nemen. Had je dat gedaan en in acht genomen? Ja, was het misschien anders gelopen. Maar ik hou mijn mond, we gaan luisteren naar meneer Jogi. Dan moet u maar zelf oordelen, ja? Even kijken waar ik ben, ja. Ik had zeker twee concrete vragen met betrekking tot VI en met betrekking tot gratie. Jeren toch mensen, en VI is voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja? Je actie aftageren op wet, overdracht en uitvoerlegging strafvonnissen. Dat valt aan man kassen en de kan gogaan man. Voorwaardelijke, in afgastraf, je krijgt voorwaardelijke vrijheidstelling. Ik heb net een overdracht genomen van een vonnis dat die man rechtstreeks in de gevangenis moet hier zo. Dan meteen aan mij dacht, ja, maar ja, de hel met hun. Je gaat gewoon in voorwaardelijke vrijheidstelling. Of gratie. Denk aan Meriba. Denk aan meneer Henk Janas. Loekenoos, mijn man begrijpt ze naar mij, hè. Ze naar mij dacht, ja, je hebt de
presidentschappen beschadigd, vernederd en ja, noem maar op, Isabi. Dan denk ik bij mezelf, Lukuno, jawamai karisef president. Amai go, jawamai is doen in strafoso. Die man is veroordeeld door een Surinaamse rechter voor drugsdelicten. Ecstasy laboratorium hebben in Paramaribo. Bouterse wordt geïnaugureerd als president. De eerste daad die hij doet, hij zweert dat hij gaat de grondwet respecteren. En dan de eerste daad wat hij doet is de grondwet inzetten om te gebruiken, om een snoede daad te doen. Meneer Henk Dana zat in de gevangenis. Hij poera man uit Asani. Je krijgt gratie, jongen. En jij wordt de hoofdbeveiliger bij de CIVD van de president van Suriname. Niemand praat dat dat ding een schande is naar de sanity. Want je herinnert, if you charma dat go abrasive grens. Je bent toch hoofdbeveiliger, dus ik ga mee met jou op elke buitenlandse reis. En gelukkig zijn het er weinige. Maar de trappen buitenlandse mogen die kunnen zeggen, hey, wacht eens even, die man heeft een strafblad en ik hou me wel aan mijn regels. Ja, mensen met een strafblad die mogen mijn land niet binnen. Dat van jou doe dan. En dat, wij vinden dat niet schandelijk. Dat zo aan zijn neemt. Meneer Meriba, die krijgt ook gratie. Bij de straf was de man poering. En wat doet Meriba? Binnen de kortste keren aan mijn pleegwaaroverval. En wat gebeurt er? Hij wordt weer vrijgelaten. Hij moet vrijgelaten worden. Maar meneer Jogi heeft twee vragen met betrekking tot VI, voorwaardelijke invrijheidstelling. Takkie, onvang wakker dan aan dat hij. En hoe heet het? Gratie. Ga maar luisteren. Ja, voorzitter, ja. Bedankt. Voorzitter, ik had zeker twee concrete vragen met betrekking tot VI en met betrekking tot gratie. De persoon die wordt overgebracht, vroeg ik, komt hier naar Suriname, moet zijn of haar straf uitzitten. Wat is de mogelijkheid om aan zo iemand VI te geven? En wat is de mogelijkheid om aan zo iemand gratie te geven? Ja. Wordt dat afgesproken met het land waar de persoon eerder gevonnist is? En zit die vrijheid inderdaad hier in Suriname wanneer de persoon is gearriveerd in de gevangenis? Goed. Minister, misschien kunt u gelijk hierop antwoorden. En kijk, mensen, die minister gaat een vreselijke fout maken. Een vreselijke scheur in zijn broek. Kijk, je gaat ervan uit, deze man is minister van Justitie. Hij moet de wetgeving kennen, toch mensen. Hij komt hier een wet behandelen. Hij weet totaal niets van die wet af. Kijk, luister naar die antwoord wat hij gaat geven. Goed luisteren, ja? Zo gauw de delinquent, ja, als de overeenkomst gesloten is tussen beide staten en de delinquent komt in de staat van herkomst terecht, dan geldt de wetgeving van die staat. Dus au, mensen, dit is vreselijk eng, eng, eng. Dit is een minister van Justitie van Suriname. Ja, en kijk wat hij zegt, kijk wat hij zegt. Het bestaat niet, dit ding. Het is niet waar wat hij zegt. Ja? Is tussen beide staten. En de delinquent komt in de staat van herkomst. Hierop antwoorden. Dit is hem, ja. Hey, ik ga het antwoorden, hè. Goed luisteren. Zo gauw de delinquent, ja, als de overeenkomst gesloten is tussen beide staten. En de delinquent komt in de staat van herkomst terecht. Dan geldt de wetgeving van die staat. Dus dat wordt toch niet zodra je man komt. De Amerikaan die die nou boters, hè? Ja, nou, dan valt die man onder de wetgeving van die staat, de Surinaamse staat. En als de Surinaamse staat zegt, in de wetgeving staat, de president mag gratie geven aan wie hij wil, wanneer hij wil, en hoe hij het wil, of noem maar op, van hoe wil of wat. Ja, hij valt daaronder. Dan heb je niks meer te zeggen. En ik zeg, hij maakt een vreselijke fout, want hij heeft het niet gelezen. En dan zeg ik je, een hele kwalijke zaak dit. Dus als de delinquent vanuit de andere staat naar Suriname komt, dan is het de geldende wetgeving, dus de Surinaamse wetgeving. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag beantwoord heb. Ja, duidelijk. Lid Gaardin. Je krijgt nog een ander kaderlid, hè. Weet je, ik moet zijn kaderlid niet meer. Want ja, kijk,
Jogi heeft een goed probleem aangezien. Maar hij houdt zijn mond aan mensen. En hij takkie. Hey, Liebeng, ik kan doen. En oké, we gaan naar die luisteren mensen. Dan met betrekking tot VI, procedure, en dan wel welke regels in acht worden genomen. Alleen was de vraag, ik denk dat het ook eerder gesteld was, wanneer een wederkerigheid, weet je, mensen VI krijgen, wat gebeurt met de voorgaande straffen? Wordt dat, want het is een voorwaardelijke invrijheidstelling als het ware, komt die voorgaande straffen daarop? En ten tweede, eigenlijk wat de minister hier aangeeft, kunnen we de conclusie trekken dat wanneer een delinquent vanuit een ander, een Surinamer vanuit een andere staat hier naartoe gehaald wordt, dat de persoon onmiddellijk in vrijheid gesteld kan worden. Omdat in geval, zoals wij dat bekend is in Suriname, de president gewoon gratie kan geven aan de meest gevaarlijke personen in het land. Ik denk dat de president de minister heeft aangehaald wanneer dat niet kan. En er zijn ook... Ja mensen, je begrijpt toch waar het over gaat? Ja? Weet je? Wij hebben hier een probleem, ja. Want ja, if je was aan die zusters of Charaboy kon, ja, die jongen heeft een strafbare feit begaan. En niet zo'n kleine. Die jongen heeft een strafbare feit begaan. En hij gaat... overgedragen worden aan Suriname. En de man die zegt, ja, want dat keer, nou kijk, if you do zoals dat niet, dan je belona boy, eigenlijk. Terwijl je die jongen moest straffen, want die wet gaat over, ja, overdracht en uitvoerlegging van strafvonnissen. Dus, mogia strafvonnis, dan you doing that peggy me, dan is die man dicht bij huis, bij zijn familie, zijn vrienden, zijn kinderen, dat die man kan gaan bezoeken. Dat is die hele issue. We gaan nog een stukje luisteren, mensen. Wie? Hij heeft het duidelijk naar voren gehaald. De Surinaamse wetgeving in deze is veelomvattend. Ja? En het is aan u gelegen hoe u het interpreteert. Om terug te komen op het... En dat ding, mensen, kijk nu, hier is een man altijd te gaan staan. Die zei, interpreteert. Ja? En dan wanneer ik iets zeg van, jongen, look nou, kijk... Kunnen Surinaamse mensen in het parlement, naar nou, politici, niet eens een keer hun mond houden over interpreteert, hoe je het interpreteert? Isabel, het is een rechter die dat ding interpreteert. En dan, kijk, als jij die dingen kent, die verschillende interpretatiemethoden, analogie, a contrario, teleologisch, theoretisch, Isabel, if Isabel de manieren dat hij praat daarover. Maar als je het niet weet, hou je mond alsjeblieft, want je maakt jezelf belachelijk, Isabel. Jij kan en mag geen wetten interpreteren. Jij maakt wetten, dan gaat de rechter dat bepalen door middel van welke interpretatiemethode hij daar zo voor gaat inzetten. En de rechter is daartoe verplicht, niet jij. Maar nogmaals, kijk, je ziet dat mensen zich niet hebben voorbereid, mensen, op deze wet. Zowel, ik zeg weer wet, verdrag. Zowel, hoe heet het, Simons. Die snapt er niets van. En die minister, Stuart Getrouw. Aan mijn kong, hij vertelde ons dan niet. Ja, zo, takkie. Nee, klopt, ik schreef hij. Totaal niet, mensen. Het andere, met betrekking tot dat van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Stel dus dat een delinquent in aanmerking is gekomen voor voorwaardelijke invrijstelling. En in de periode, ja, waar hij in vrijheid is gesteld, moet hij zich houden aan bepaalde voorwaarden. En nu ga je iets krijgen, hè? Dat kan ik ook kijken. Hij gaat het vertellen, maar dan vraag ik me af, takkie van hoe meer hij dan? Want ja, hij heeft gratie gehad. Hij moest zich aan bepaalde voorwaarden gaan houden. En hij pleegt een roofoverval. En dan wat is hier gebeuren? Ja, de politie kreeg gewoon opdracht, Loesa man. Die andere mag je aanpakken, maar hem niet. Je hoort het al, voorwaardelijke invrijstelling. Maar stel dat hij zich in die periode, ja, schuldig maakt aan een strafbaar feit, dan komt het deel, dat een derde, want het gaat om een derde, de persoon moet twee derde een goed gedrag vertoond hebben in detentie. Stel dus dat hij in de periode van de een derde weer vervalt in dat gedrag,
dan komt het dan helemaal te vervallen. Ja, hij wordt wederom in verzekering gesteld, ingesloten en het proces wordt weer voortgezet. Je dient je te houden aan de voorwaarden als gesteld in die periode van 1/3. U begrijpt toch mensen dat dit, oké, dat staat op papier, maar in de praktijk wordt het in Suriname niet als zodanig bedreven. Isabel, dus ja, je moet dit met een korreltje zout nemen. Het moet gezegd worden voor de handelingen, maar daarnaast, ja, dat voorbeeld dat ik noem, Henk Janas, die man die beveiliging, hoofdbeveiliging van Bouterse, en Meriba. Trouwens, Meriba's doen ook bij onderhandelingen, mensen. Isabel, dan naftegi, next morgen. Maar we gaan verder luisteren. Want, kijk nou, de VHP, oppositie toch, heeft wat gezegd en aangekaart. Ik heb gezegd tegen Jere Simons, dat ben ik voorzitter van het parlement. Zij weten er totaal helemaal niks van, mensen. En dit ga je krijgen. Dit ga je krijgen. Isabi, takje Jere nou, zei Psaja. Omdat ze heeft zich ook niet voorbereid, ze heeft het ook niet gelezen. Want dit is een verdrag wat in Engels is geschreven. En minister, ik hoor in takje zodat de Amerikaan maakt. Zijn die nou Bouterse kassen, nou? Dat UNO kan gaan gratie, hoe kan potel. En man heeft donen van jaren en dan gewoon, hij kreeg een voorwaardelijke vrijheidstelling. Dan ja, is hij voorwaardelijk vrij en de bakken dat we doen snel zijn gratie geven, dan is die man vrij man. Dat is volgens hem de regel van de Surinaamse wet geldt. Maar er gaat opschudding komen, mensen. Ja? En iedereen gaat wakker geschud worden. Want kijk, Isabi toch Senang, de man dacht, ja, maar oppositie is op voorhand tegen alles wat we doen. En deze wet, vandaag willen we snel de gooien door jassen. En we moesten gewoon doen snel, want ja, Oumekaboy is gewoon zo snel mogelijk terug. Oké, we gaan nog een stukje luisteren. En daar gaat de ontknoping komen. Hè. U moet die schrap zetten, want er gaat een parlementslid van de coalitie, met name van de NDP, en in hier is zo voor mensen, want die zeggen, het is ook zo'n overloper, daar heb ik het niet over, Sapoenchieten of Waterberg, Guaido, nee. Dat is een andere, is een overloper van KTPI. Maar, die gaat ze wel waarschuwen, dat gelukkig weer met een fout, en dat allemaal is zo kaka. Ja, we gaan luisteren mensen. Ja, ik heb dat is wat anders toch? Nog een laatste interruptie, lid Wang Sabesari. Oké, Wang Sabesari gaat iets aankaarten, mensen. Zet je schrap en dan ga je zien. Allemaal op Wikino even, dag. Hé, wacht die. Want if I send this so, dan zie je, zijn we fout bezig. Isabi, goed luisteren, mensen. Voorzitter, ik heb de vraag ook eerder gesteld, artikel 8. Het lijkt alsof hier staat juist dat de veroordelende staat volledig jurisprudentie of jurisdictie behoudt ten aanzien van de vonnis. Het staat zelfs hier dat it shall also retain the power to grant pardon, dus de veroordelende staat. Nu hoor ik de minister zeggen dat de staat die dus zo'n persoon gaat ontvangen vanwege dus de wetgeving in het land juist dit zou kunnen doen. In de zin van dat de wetten van het land gaat tellen voor deze veroordelen. Dus daar graag daarover een verduidelijking. Ja, mensen, hier krijg je dat gedonder. Want in die verdrag, inderdaad, je moet het lezen. Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. En misaba moeilijk, is Engels. Ja. De staat die uitlevert, die gaat over het verlenen van gratie, al dan niet. Maar deze mensen gaan ervan uit dat man kon ja, dan is hij in Suriname toch Surinaamse bodem. En dan, ja, gelden Surinaamse wetten. Dan kunnen we hem gratie geven, in vrijheid stellen, alles. Ja. En hij zegt nu, Jere, Lukbong zei het, kijk goed. Want ja, Jere, en dit krijg je wanneer je mensen hebt die slaafs dingen doen, toch mensen. Weet je, die coalitieleden, Sanewan Dusani, de Oppo Anunomo. Maar kijk, hij waarschuwt jou, ja, van Lukuno, Lukusayedo. Goed kijken, if je put je handtekening eronder en je gaat uit van een verkeerde voorstelling van zaken, dan heb je niemand de schuld te geven naar jezelf.
Goed luisteren, mensen. Het lijkt alsof hier staat juist dat de veroordelende staat volledig jurisprudentie of jurisdictie behoudt ten aanzien van de vonnis. Het staat zelfs hier dat it shall also retain the power to grant pardon, dus de veroordelende staat. Nu hoor ik de minister zeggen dat de staat die dus zo'n persoon gaat ontvangen, vanwege dus de wetgeving in het land, juist dit zou kunnen doen. In de zin van dat de wetten van het land gaat gelden voor deze veroordeling. Dus daar, graag daarover een verduidelijking. Minister? Ja. En waarom reageer jij niet? Nee, jij bent toch parlementvoorzitter? Ilobe reageert toch? En nu kan je niet reageren, want ja, je weet het niet. Goed luisteren, ja? Hey, mensen, kijk nou. Hij raakt ook in paniek. En hij gaat zeggen, ja, ik vind het ding onduidelijk. Ik kan je het herhalen, Isabi. Ja, je hebt die wet toch voor je. Nou, lees je nog maar lezen in zijn revie. Hij zegt toch artikel 8. Goed luister, mensen. Zijn reactie. Kan het lid het herhalen? Ik kwam onduidelijk over naar ja, mij toe. Het was zeer... Heerlijk, hè, mensen, dit. Ja? Onduidelijk, dat moet ik toegeven. Ja. We gaan luisteren weer, mensen. Lid Wangsa Besari. Artikel 8. Review of sentence effects of in the receiving state. Dus hier staat dat juist de staat die veroordeelt, met andere woorden het vonnis uitspreekt, shall retain full jurisdiction. Dus met andere woorden zal behouden de volledige jurisdictie over het vonnis dat is uitgesproken. Zo lees ik het hier. En het staat zelf verder, it shall also retain the power to grant pardon. Met andere woorden, de staat die veroordeelt behoudt het recht om ook, zeg maar, gratie te verlenen. Zo lees ik het hoor, tenzij misschien ik het verkeerd heb begrepen. Maar ik hoorde de minister zeggen dat juist het land dat dus de zo'n persoon ontvangt vanwege haar wetgeving in het land, en misschien ook vanwege de Watts-wet, het tegenovergestelde kan doen. Dat is mijn vraag. Hoort u dat, mensen? Oké, okay. Is het duidelijk nu? Ja? Hij heeft een kapitale fout gemaakt, meneer Stuart getrouwd. Die Simons die komt aanzetten. Ja, dat is een eenvoudige wet. Dus snel er doorheen jassen. Dan zijn we klaar. Ja, Isabi. Kijk, ze gaat nog wat moois zeggen over Engels. Simons. Daar, je ziet dat hier. Jere, als maar eens op dokter anders neemt, is ding. Ja, je weet niet in dokter anders in wat voor kunde. Maar ja, het staat voor haar naam. Maar luister wat ze gaat zeggen over Engels, ja. Vraag. Zoals het hier staat in artikel 8, lijkt het alsof juist de staat die het vonnis uitspreekt, zeg maar zo, het recht behoudt ten aanzien van het vonnis. Nee, ook bij Engels. Ik weet niet of hetzelfde document is. Minister. Ja, en u gaat net twijfelen of het hetzelfde document is. Ja, ik ga lezen toch, het staat er. En heeft gelijk hoor, mensen. Het staat met grote koeien letters daar. Inter-American Convention on Surfacing Criminal Sentences Abroad, artikel 8. En nu krijg je... De interpretatie is als volgt. Ik blijf bij het, geen ik eerder heb gezegd. Er zullen afspraken worden gemaakt, bij letters getekend, maar de wetgeving van de ontvangststaat, die is dan geldend. En hij blijft maar doorgaan, hè? Hij blijft volhouden. Ja, kijk, dat is het. Maar het is niet zo. Dan moet je dat verdrag niet tekenen. Dan gaat hij daar zijn hele volledige straf uitzetten. Dit wat je zegt klopt totaal niet. Dat staat in het verdrag. Je leest het toch. Je bent toch parlementsvoorzitter. Hoe kan jij hem vragen? Je hebt het toch ook voor. Jij behandelt dat verdrag. Ik vind dit zo komisch, hè, mensen. En nu moet meneer Wangsa Besari helemaal lopen, u kan het niet zien, en dus ik vertel het, naar het parlement toe om te laten zien van kijk hier, artikel 8, daar staat er. Dan vraag je je af van hé, hey, wat doe jij daar dan als parlementvoorzitter? Heb jij je niet voorbereid? Heb jij alleen voorbereid? Ja, maar het is eenvoudig, we gaan het snel doen. En hier zie je de domheid van Surinamers en mensen. Wij doen ze zomaar uit het hoofd, Isabi. En ja, dan krijg je dit soort moeilijkheden. Ja. Lekker. Hoe ga je dit oplossen, mensen? Hoe ga je dit oplossen?
Dat is de vraag. Hoe ga je het oplossen? Ja, ze bladert en bladert. Die meneer Wang Sabazari is haar aan het uitleggen. Ja? En hier zie je de tekortkoming van zo iemand. Hè, dat ze het niet begreep, mensen. Dat is vreselijk erg. En wat gaat er gebeuren? Schorsing. Want om longa boten. Schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Hoor je? De vergadering wordt geschorst. Weet je, en ja. En om longa boten meteen. Ik dacht, hier een olukoet, jongens. Wist je dat? Zeg dat tegen me, jongen. Ja? En mensen, kijk nou. Ja, ja. Leuk. Hoe moet je hiermee omgaan, mensen? Isabi. Hoe ga je dit oplossen? Ja, ik ga u meenemen dat het wordt steeds komischer om te gaan oplossen. Om naar die oplossingsmodel van deze mensen te kijken. En ja, ik ga mijn mond houden. Ik ga niks zeggen, dan ga ik u... moet u maar zelf kijken hoe het opgelost wordt, dit probleem. Ja, maar dit krijg je wanneer je ongeschoolde mensen daar... op plekken zetten, op plaatsen waarvan ze daar niet horen te zitten. Maar we gaan kijken naar die oplossingsmodel wat ze gaan zeggen, ja? We gaan luisteren, mensen. Acte vormen te hebben, zodat we dat kunnen toestaan. De wijzigingen waarvan acte wordt gevraagd door de minister. De minister heeft ze al aangegeven, maar ik zal het... officieel voorlezen, zodat we akte kunnen verlenen. In de ontwerpwet worden de volgende wijzigingen aangebracht. Op de eerste pagina van de memorie van toelichting worden in de laatste alinea na punt 2 twee nieuwe punten 3 en 4 toegevoegd, luidende als volgt. Voorbehoud wordt ook gemaakt met betrekking tot artikel 8. Dus men gaat een voorbehoud maken op die artikel 8, ja? En mensen, wat is een voorbehoud? Ik kom daar straks op terug, ga ik je uitleggen wat een voorbehoud is. Maar goed, luisteren naar die dingen, want ik vind dit geweldig mooi. Weet u, hier zie je hoe mensen ongeschoold zijn. Hè? Maar we gaan luisteren, hè? Goed luisteren. Heel voorlezen, zodat we akte kunnen verlenen. Ze gaat het voorlezen en dan zeggen ze, want we gaan dat verdrag, we gaan bepaalde dingen uit dat verdrag niet nemen. Dan heb ik een beetje verklaard wat de voorbehouden zijn, maar nog niet helemaal. Maar goed luisteren, ja. Terpet worden de volgende wijzigingen aangebracht. Op de eerste pagina van de memorie van toelichting worden in de laatste alinea na punt 2 twee nieuwe punten 3 en 4 toegevoegd, luidende als volgt. Voorbehoud wordt ook gemaakt met betrekking tot artikel 8 ten aanzien van de volledige jurisdictie betreffende de maatregelen die onmiddellijk genomen moeten worden. Aangezien in Suriname van toepassing is het Romaans-Germaans recht. Dat vind ik geweldig goed, jongen. Romaans-Germaans recht, mensen. Romaans-Germaans recht. Hier is als Maristaki, jong. Dat geldt in Suriname, weet je. Aangezien, dus men zegt van, Lukuno, als artikel 8 van het verdrag zegt, dat hier, kijk, dat land van veroordeling, hè, dus Amerika heeft die veroordeling uitgesproken, dan heeft Amerika ook het recht om te bepalen of er gratie verleend wordt of niet. En dan dacht ik, ja, maar hoe nou was dat hier? Want ja, omdat er in Suriname Romaans-Germaans recht geldt. Is dat niet? Echt prachtig. Maar goed, we gaan nog een keer te luisteren. Goed luisteren, ja? Voorbehoud wordt ook gemaakt met betrekking tot artikel 8 ten aanzien van de volledige jurisdictie betreffende de maatregelen die onmiddellijk genomen moeten worden. Aangezien in Suriname van toepassing is het Romaans-Germaans recht. Akte. Romaans-Germaans recht. Oké, mooi. Maar goed, nou, akte, dan moet je nu stemmen. Ja, je moet stemmen om te zeggen ja of nee. Ja? Dus de mannen, wanneer dat Amerika, ik kom bepaald in dat tegen die no-bouters, dan mogen wij doen wat we willen met hem. Van moslimvrijheid, voorwaardelijke vrijheidsstelling of gratie. Het is aan ons, jij mag niet meer bemoeien. Prima, goed, je kan het wijzigen. Ik wens je veel succes, Isabi. Dan akte. Maar er gaan een paar mensen zeggen nee, geen akte. Die coalitieleden, die gaan allemaal zeggen ja, is goed. Ja, goed luisteren en kijken wat er hier gaat gebeuren.
Nee, niet. Niet, nee. Het Gaiadin. Het gaat alleen om de formulering, voorzitter. U zei... En kijk hier, mensen, kijk. Een parlementsvoorzitter heeft iets op papier gezet. En juridisch klopt het niet wat zij op papier heeft gezet. En dit bedoel ik toch, mensen. Look, no. If you want, we misselijk verferi. Afkati, Isabi. Zijn potwan san gita papieren dat vormoejo. Die tekening. Dat later man kon. Dat man potengi visies. En ik dacht, ja, maar ja, dat was niet de bedoeling. Nee, je hebt het verkeerd begrepen. Je bekijkt het maar. Isabi, je kan altijd gaan beroepen op dwaling. Maar hij zegt hier. Jij hebt iets geschreven. Die formulering klopt niet wat jij noemt. Luister maar. Dat woord voorbehouden wordt, ik bedoel, is een sommatie van voorbehouden. Dus voorbehoud, de werkelijke wijziging is als volgt. Er worden twee nieuwe punten, 3 en 4, toegevoegd, ja. Luidende als volgt. Het eerste punt heb ik gelezen, 3. Voorbehoud wordt ook gemaakt met betrekking tot artikel 8. Dat woord voorbehoud wordt ook gemaakt. Is dat nodig? Omdat het een opsomming is van voorbehouden, hè? Je bedoelt dat er gewoon nu een lijst van 4 punten kan zijn? Ja. Dus er moet kan ook bijgeschreven worden. Omdat hier staat... Met betrekking tot artikel 8, ten aanzien van de volledige jurisdictie, betreffende de maatregelen die onmiddellijk genomen moeten worden, aangezien in Suriname van toepassing is het Romaans-Germaans recht. Als een derde punt. Akkoord, minister? Ja. Dan vervallen de woorden voorbehoud wordt ook gemaakt. You see, zei ze daar, wanneer je geen kennis van zaken hebt. En oké, okay, luister nou, hier zie je dat de oppositie jou helpt. Ik dacht, je maakt een fout, ga het niet zo opschrijven. En dat denk van haar, Romaans-Germaans recht. Mensen zeggen dat je Romaans-Germaans recht in Suriname ge. Weet je wat dat is? Dat is iets van de hele middeleeuwen. Toen je die Germaanse stammen hadden die elkaar de hersens insloegen. Isabi en Rove plunder naar de Sani. Lange Bardo naar de Sandati Isabi. Nog meer de Saxen. Isabi, je had kleine groepjes die bij elkaar woonden. En die elkaar naar het leven stonden. En de man bij Fitti, Isabi, onderling. En daar had je dan Germaans recht. Maar dat ding van Suriname, ze durft het niet te zeggen, want ja, je zit met een probleem met haar. Takkie, ja, je weet toch mensen, zij, die mensen van de NDP zijn vreselijk moeilijk geworden. Waarom? Straks ga je het ook verder horen van dit, hè. Want er moeten bepaalde dingen benadrukt worden. Maar dat komt straks. Kijk, dat Romaans-Germaans recht, wat ze zegt. Wat is Romaans dan? Minimaal begrijp als anders, want ja... Rome zelf had geen Romeins recht. Of Romeins recht van elkaar. Rome had iets wat we noemden civiel recht. Ja. En kijk, Nederland. Suriname is een kolonie geweest van Nederland. Ja. Nederlandse wetgeving van Nederland. Lek van de man, tja botogasernang. Lek van de man, tja elingbokung, zoot met die. Naar de Sandat Gassernan. Ken je geschiedenis? Ken je geschiedenis, mensen? Isabi, voorzien man takje. Zullen man tja de wetgeving ook toekom? Nassernan. Dus dat ding wat ze zegt, Romaans, Germaans recht is. Oké. Misschien denkt ze van ja, Germaans recht. Naar de Sandat in Nederlands. Dus Isabi. Maar het is niet zo. De wetgeving van Suriname is gestoeld op civil law. En als je dat verschil niet kent. Ja, je gaat met Amerika handelen. Amerika is een kolonie geweest van Engeland. Lek van de Engelsman beetje ook te bokken in een soort met die godape. Naast van de karing Amerika. Zo hebben ze ook hun wetgeving daar naartoe gebracht. En Engeland heeft een heel ander rechtssysteem. Engeland heeft de common law. Ja, kijk maar naar onze buurland Guyana. Het was een Engelse kolonie. Kijk maar naar Jamaica, ze hebben allemaal common law. Maar kijk naar die dingen, die Europese andere mogendheden. Suriname, Nederland is civil law. Frankrijk. Ja, mensen kijken naar Frankrijk, naast ons. Kan Frans Guyana. Ze hebben daar zo civil law gebracht.
Dus dat zijn die twee grootste familieleden. Meer smaken bestaan er niet, Isabi. Dus dat ding van die Romaans-Germaanse, het is echt een lachertje, maar ja, goed. Je ziet dat zo iemand geen verstand van juridische zaken heeft. En ze zitten daar. En het is een hele pijnlijk moment voor zowel minister Stuart Getrouw als voor mevrouw Simons. Ja, dat is vreselijk moeilijk. Maar ja, ik zou zeggen, dan moet je niet daar gaan zitten. Je moet toch een beetje van wanten weten. Maar het is aan hun. Mensen voorbehouden. Voorbehouden, ja. Dat woord is een paar keer gevallen. En daar draait het om in dit soort dingen. Mag jij die voorbehoud maken? Mag jij afwijken van die verdrag? Om te zeggen van ja, maar dat gedeelte van dat verdrag. Ik ga het aanpassen. Ik ga het verdraaien. Ik ga het weghalen. Ik ga het mijn dan houden. Kan dat, Isabi? Wat is een voorbehoud, jonge mensen? Vast aan smeri, vast aan tissi. Isabi, sana sandati. Ja. Kijk, als je dat wil weten van voorbehoud, dan moet je gaan naar de Vienna Convention on the Law of Treaties. Ja, en om een pleeggevallen, Isabel, tak Engels, Isabel. Ja, mensen, Nasasaning, Vienna Convention on the Law of Treaties van 1969, mei 1969. En in het Nederlands, dat we vertalen, zijn meestal in Wiens verdragen verdrag. Isabi. En dan. Daar staat er opgezomd dat ding van de Karing. Voorbehouden. Ja? Wat dat ding is. En dan. If you want something on voorbehoud. Dan moet je kijken naar artikel 2 van de Vienna Convention on the Law of Treaties. En dan moet je kijken naar D. Daar staat geschreven die, voorbehoud in het Engels, betekent reservation. Een reservaat, of Isabi reservation voor een hotel, nee, reservations, ja. En dus artikel 2, sub D. Reservation means, ze gaan jou een definitie geven van reservation, ja. Een definitie van voorbehoud, ja. Reservation means unilateraal, ja, statement. Dus niet bilateraal. Jij maakt het eenzijdig bekend, hè. Means a unilateral statement. However phrase, ja, or named, made by a state when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby its purpose to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state. Ja, dat zei takje dan. Isabi, bigis ma bot tegen me, want zijn niet dat mensen kijken naar boerikie schrift, dan zijn ze normaal lezen. Weet je, maar om het in dingen te vertalen, zo'n beetje. Ja, even kijken hoor mensen. Ben ik een fout, Isabi? Naast aan dat hij en we moeten, hoe heet het, goed, even kijken hoor mensen, daar kom je Milko, als aan die zit dat je, hoe ik het goed ga vertalen zodat het begrijpbaar is wat een voorbehoud is. En is dat iets aan een Ingrid Mankari, Verdekaring, voorbehoud. Het moet niet zo zijn dat islamisten een tak van nonsens zo over dingen die niet kloppen. Dat kan niet. Oké, mensen, kijk. Artikel 2, sub D. Die meneer
Guyadin had het over een voorbehoud. Voorbehoud is in het Engels een reservation. En dan gaat men het uitleggen. A reservation means a unilateral statement. Ja? Dus een voorbehoud is een eenzijdige verklaring. En dan staat er verder geschreven. However phrase or named. Ongeacht haar bewoording of haar benaming. Ja. En dan even kijken. Made by a state. Ja, verklaard door een staat. When signing, ratifying, wanneer, tijdens, wanneer dit niet staat, het bekrachtigd, formeel bevestigd, aanvaard of goedkeur of daartoe toetreedt. Ik zie die, ja. To a treaty. Whereby it purpose to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state. Wanneer deze staat of internationale organisatie te kennen geeft het rechtsgevolg van zekere bepalingen van het verdrag in hun toepassing met betrekking tot deze staat of organisatie uit te sluiten of te wijzigen. Dus je mag wel wijzigen, Sani, artikel 8, ja. En mevrouw die zegt dat, ja, omdat in Suriname Romaans, Germaans recht van toepassing is. Oké, okay, mooi. Maar er is nog een andere, hè, waar ik je naartoe wil. Want kijk nou, ik kan doen eens aan dat, maar ding is, het mag, je kan het doen, maar er is een andere artikel waar je naartoe moet kijken. Of het toegelaten is dat je dat mag doen. Ja? Weet je, en dat is de Vienna Convention on the Law of Treaties van 1969. Ik don't breed meer. Google, daar is ook een schrijfje. Daar is een schrijfje, dan moet je kijken bij artikel 19. Daar staat geschreven, even kijken, formulation of reservations. A state may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless, en dan komt er een paar punten wanneer je dat niet mag. Hè. Dus een staat of een internationale organisatie, when signing, ratifying, accepting, kan op het ogenblik van ondertekening, bekrachtiging, formele bevestiging, aanvaarding of goedkeuring van een verdrag, of toetreding tot een verdrag, een voorbehoud maken, unless, tenzij, even kijken hoor, A, the reservation is prohibited by the treaty, dit voorbehoud is verboden door het verdrag, en B, the treaty provides that only specifies reservation which do not include the reservation in question may be made. Het verdrag bepaalt dat slechts bepaalde voorbehouden, waaronder niet het voorbehoud in kwestie, kunnen worden gemaakt. Or, in cases not falling under the A en B, ja, dat is logisch. Maar, wat belangrijk is in sub C, the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty. Dit is aan mensen. Kijk, voor zover het andere gevallen dan omschreven onder A en B betreft, het voorbehoud niet verenigbaar is met het voorwerp en doel van het verdrag. Mensen, dit is dat punt waar je naar moet kijken. Wat is het voorwerp en het doel van het verdrag? Ja? Even kijken hoor, mensen. Iemand vraagt me hier zo, hoi meester Sien. Misschien bedoelt ze met Romaans-Germaans recht wel een Roemeens of Duits recht. Die je misschien bij een bepaalde restaurant kan bestellen. Of zender. Gino, lang niet van jou gehoord heb. Jogo, itchareere. Het is moeilijk, jongen. Ja, dat is onzin. Gino, heel lang niets gehoord, mensen. Kijk, meneer Zing.
Misschien bedoelt ze met Romaans-Germaans gerecht wel een Roemeens of Duits gerecht, die je misschien bij een bepaalde restaurant kan bestellen. Mensen, Gino, je bent echt een brutale mens. Ik hoop dat je niet naar Suriname gaat en zo, want ze hebben geluisterd, ik heb je naam genoemd. Maar goed, dus denk aan je toeristenkaart, jongen. Maar oké, mensen, kijk. Ik heb met mijn beste Engels geprobeerd, Isabi, om iets uit te leggen voor mijn auto. Isabi, kan jij dat maken, dit ding? Want ja, je moet rekening houden met de purpose en object, Isabi, het doel en het voorwerp van dat ding. En het doel is van, jij, luister, kijk, die man is berecht. Het doel is van, hey, we willen hem sturen naar Suriname. Waarom kan hij niet gaan? Ja, omdat hij een strafbare feit heeft gepleegd hier op mijn grondgebied. Ja, want je moet niet vergeten, mensen. Kijk naar Panama. Noriega zat daar, maar de Amerikaan Poering en Panama. Panama-kanaal. Is net als Costa Rica. Dat zijn plekken die je moet zien als staten van Amerika zelf. Dus daar is Amerikaans recht grotendeels deel van toepassing. Dus if the man kiesie dat bij, ja, dan ga je onder Amerikaans recht vallen. En ja, kijk, het verdrag dat je wilt tekenen zegt van, ja, het voorwerp, het doel en het onderwerp wat dat verdrag behandelt, die mag je niet gaan blokkeren. Want dan heeft het geen zin, dan of zo. Ja, je moet die strafvonnis ten uitvoer leggen daar. Die man kreeg 2/3 in mijn land en 1/3 in jouw land. En ja, if we want gamma gratie, dan moet je mij bij betrekken. Dat staat er. We gaan nog een stukje luisteren, mensen. Maar dat Romaans-Germaans recht, ja, ze wil niet zeggen dat het gewoon Nederlands recht is wat in Suriname van toepassing is. Maar goed. Akkoord. Technische wijzigingen in de zinsconstructie mogen door de deskundigen worden aangebracht. Ja, ik zou maar doen, ja. Op basis van het decreet in zaken uitlevering van de Republiek Suriname. SB 1983, nummer 2. En mensen, kijk nou, hier gaan we weer iets maken, meemaken, waarvan ik zo'n beetje mijn twijfels heb, hè. Isabi, en ja, oké, goed. Dan ga ik u uitleggen wat ik bedoel met die dingen, hè, Isabi. En kijk, ik vind het goed van haar dat ze zegt, ja, die dingen. Kijk, if you know someone, Sunny, draag het over aan iemand die dat weet. Wanneer ze zegt van, ja, we gaan dat ding overdragen aan, hoe heet het, die technische mensen. Ja, laat het over aan de juridisch technische mensen. No contact one, no nonsense, Isabi. Maar we gaan luisteren. 4, op basis van het decreet in zaken uitlevering van de Republiek Suriname, SB 1983, nummer 52, worden onderdanen met de Surinaamse nationaliteit niet uitgeleverd. Hoor je iets hier zo wat ze zegt, mensen? Onderdanen met de Surinaamse nationaliteit worden niet uitgeleverd, ja. Maar, dit ding, leuk, maar het is een decreet, mensen. En ik weet niet hoor, Isabi, ik weet veel, maar dat is dat voor, maar wat ik weet was tijdens de revolting, de grondwet, nou bij de, daar ging men dat land besturen met een decreet. Maar dan gaat ze nog wat zeggen over de grondwet, want iemand gaat reageren hierop. Van, hé jongen, het decreet, want kijk, als je het land bestuurt met een decreet, dat wil zeggen, ja, maar grondwet, nou bij de. Maar je ziet een soort formalitis, ja, zo tak, jongen. Suriname weet ook niet waarmee ze eigenlijk bezig zijn. Je kan niet een decreet uit de revolutietijd gaan toepassen op de, een tijd waarin een grondwet is. En je gaat kijken haar oplossing weer. Hè? Goed, we gaan luisteren, mensen. Romaans-Germaans recht. Oké. Als een derde punt. Akkoord, minister. Ja. Dan vervallen de woorden voorbehoud wordt ook gemaakt. Akkoord. Technische wijzigingen in de zinsconstructie mogen door de deskundigen worden aangebracht. 4, op basis van het decreet in zaken uitlevering van de Republiek Suriname, SB 1983, nummer 52, worden onderdanen met de Surinaamse nationaliteit niet uitgeleverd. Akte? Nee. Ja, dank u wel. Dan zijn we er. En dan sluit ik de tweede ronde voor de.
Ze heeft een fout gemaakt, hè mensen? Niet uitgeleverd. Onderdanen worden niet uitgeleverd. Let Cotino. We hebben achtergegeven. Ja, daar had je het niet moeten doen. Let Cotino. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik viel over het woord worden uitgeleverd. Niet uitgeleverd. Worden niet uitgeleverd. Ja. Over het woord uitgeleverd. Omdat we niet praten over uitlevering. Dus ik wilde in dezelfde strekking van de wet blijven. Van het verdrag blijven. Jezus, heeft ze dat toch, mensen? Surinaamse mensen met een Surinaamse nationaliteit worden niet uitgeleverd. Stel je eens voor, Taki, waar rechter, ja, zo in Nederland, dat zegt, ja, kijk nou, ik heb een strafvonnis uitgesproken tegen Boterse. Of Frankrijk, dacht, ja, ik heb een strafvonnis uitgesproken tegen Brunswijk. Lever die man uit. Ja, Surinaamse mensen met een nationaliteit worden niet uitgeleverd. Wel, mensen, ik kan jou tientallen mensen met een Surinaamse nationaliteit aanwijzen en benoemen. Met naam en toenaam, geboortedatum, Alassani Isabi. Die mensen zijn wel uitgeleverd, maar ja, zij moet het benadrukken. Dat ER naar buiten, in afsparen. Jij wordt niet uitgeleverd, dus dat wordt nog eens benadrukt. Maar dat ding van die decreet en die dingen, mensen. We gaan luisteren, hoor. Ik denk dat het een voorzichtigheid is van de regering. Onderdanen worden niet uitgeleverd. Ja, nee, dat voorzichtigheid. Dat is duidelijk, internationaal. Goed. Let Gayadin. Ik weet dat er geen uitlevering is, maar blijkbaar zijn er voorstellen vanuit de zaal gekomen die de minister hebben genoopt dit te doen. Let Gayadin. Ja, nee, voorzitter. Daar wordt als referentie aangegeven, decreet. Ik weet welk decreet. Kijk, hij gaat het hebben over decreet, dat ding wat ik zeg over die RIVO-periode. En nu heeft Suriname een grondwet, dan mocht je niet meer met decreten werken, toch? Volgens mij hoor, Isabi. Want in Suriname is bij God alles mogelijk. Maar, goed luisteren. Maar SB 1983, nummer 52. Oké, dat is ander koek, SB, staatsblad. SB staat voor staatsblad, ja. Dat is een uitvoeringsregel van... Maar staat het niet in de grondwet dat onze... Dat wordt bij wet geregeld, dat staat in de grondwet. Ja, dus refereren we naar SB of... naar SB, grondwet. Want er staat in de grondwet niet expliciet. Er staat wordt bij wet geregeld, dacht ik. Ja, dan mag jij die decreet niet noemen. Dan moet je die staatsblad noemen. Want de decreet, die werden afgelegd door Bouterse tijdens die dingen... Hoe heet het? Die decreten werden uitgeroepen tijdens de reffertijd zonder grondwet. En dan mag je dat niet noemen wanneer je een grondwet hebt. Dan moet je het staatsblad doen. En dit zijn al die kleine foutjes. En dan wanneer je naar Amerika gaat en je laat zien van ja, we gaan dit ding ratificeren. Ja, heb je een probleem. Goed, zijn we nu akkoord? Met de wijziging? We zijn akkoord met de wijziging. Lid Gayadin moet nog een verduidelijking. Lid Gayadin. Ja, voorzitter, met betrekking tot de kwestie van centrale autoriteit. Ik weet niet waarom dat niet... Dit ook, mensen, centrale autoriteit. Deze man wil de PG buitensluiten. Hij wil dat het de ministerie van Justitie moet gaan... over strafvonnissen. En dat kan niet, mensen. Bestaat niet. Ja, omdat strafrecht... ja, expliciet is toebedeeld... aan de rechterlijke macht. Niet aan de uitvoerende macht. En hij wil weer iets doms doen, hoor. Goed luisteren. In de memorie wordt opgenomen, maar ik hoorde de minister niet daarover zeggen. Ik vroeg of dat niet gewijzigd kan worden... dat het procureur-generaal in deze is. Omdat hier staat dat er... opengelaten wordt, dat het per beschikking geregeld wordt. En een andere vraag, voorzitter, daar heb ik ook de minister niet over horen zeggen. Niets over horen zeggen. Is de kwestie van andere verdragspartijen die lid worden van de convention, of wij dan rechtstreeks daaruit... ja, ik ga het inkort horen, mensen, want ja, ik wil die antwoord van die minister geven... met betrekking tot de PG, of dat hij het mag doen, ja?
Goed luisteren, want hij gaat weer in problemen. Hij zet zichzelf alleen in problemen. Goed luisteren. Wel gereageerd op uw vraagstelling. Alle lidstaten van het verdrag kunnen onderlinge samenwerking aangaan. Dat is het antwoord. Ja? En als er specifiekere zaken zijn, dan kunnen ze nader nog bilaterale afspraken maken. Om te komen op dat van die centrale central authority, autoriteit. De procureur, het openbaar ministerie is belast met de vervolging. En bij de overige lidstaten is het hetzelfde. En de procureur-generaal als instituut, die geeft leiding aan het openbare ministerie. Vandaar dus dat hij is aangemerkt als het centraal orgaan. Hij zegt het, maar het staat niet geschreven, mensen. En dat gaat dan die Gayadin eisen van hem. Ja, als je het zegt, hij schreef het toch. Goed luisteren. Lid Gayadin. Voorzitter, ik kijk naar de voorbehouden vanuit de andere landen die geregistreerd staan bij dit verdrag. En daar worden de autoriteiten daadwerkelijk genoemd. Nu kunnen wij zeggen, binnen ons rechtssysteem is het vanzelfsprekend. Mijn vraag is, wat houdt ons tegen als dat zo is? Waarom doen we dat niet opgeven dat het de procureur-generaal is? Hier staat er, dat wordt per beschikking vastgesteld. Dus, als dat zo is, waarom zouden we dan nog een beschikking eruit moeten laten gaan? Dus dat was de vraag. En je begrijpt wat hij bedoelt toch? Kijk mensen, u moet ook dat woord beschikking kijken. Een minister geeft beschikkingen. Ja, een procureur-generaal niet. Dat doet hij niet. Maar een beschikking komt van een minister. Dus hij wil zeggen van ja, kijk, dat, wanneer ik zo'n dingen krijg, een zaak net als van Dino Bouterse, dan ga ik ministerie van Justitie een beschikking geven, dan ga ik dit doen, dat doen, dan kan ik alles regelen, dan blijft de regie bij mij. En hij zegt, nee, kijk, het mag niet. En die minister zegt, oké, ja goed, maar ja, je weet toch, de procureur-generaal en de officier van Justitie, die gaan over strafzaken, leuk. Maar hij eist dat je, of je takking, print op papieren. En kijk hoe moeilijk hij het gaat krijgen, die steward getrouwd. Hi boy, goed luisteren. Hi boy. Hi boy. Ja, en hij zit met dat probleem nu. Kijk, er komt geen schorsing. De Malonga bouwt dat ook. Zeg even, wat doe je, jongen, Isabi? Want ja, die mensen, de Kamer eist van mij dat ik, dat ding opneem. Dus ik kan het niet meer per beschikking doen. En ja, hij zal en moet overstag gaan, mensen. En ik ga u uitleggen waarom hij overstag moet maken. Weet je, dat hij niet anders kan. Hij blijft maar zoeken naar papieren, die antwoord zit er niet in. Hij als minister moet het grote woord noemen en die toezegging doen ja, door die microfoon. Ja, dat staat in de memorie van toelichting. De centrale autoriteit wordt aangewezen op het moment van ratificatie. En die wordt belast met de onderhandelingen en goedkeuring van overbrenging van gevonniste personen. En hier staat dan de centrale autoriteit wordt bij beschikking aangesteld door de minister belast met justitiële aangelegenheden. De centrale autoriteit wordt aangewezen op het moment van ratificatie. En u heeft aangegeven, dus de PG. Stelt u dan voor om deze zin weg te laten? De centrale autoriteit wordt bij beschikking aangesteld. De centrale autoriteit is de procureur-generaal. Ja, kort en bondig. Uw voorstel, minister. De centrale autoriteit is de procureur-generaal. Mooi zo, klaar. Dat gaan we dan even wijzigen. Ja. Nou, dat was dat hele issue. Ja. En nu begrijp jij, vooral die apper die mij gevraagd heeft om een beetje te praten over dat ding van Dino Bouterse, waarom het misgegaan is. Kijk, als je zoveel fouten maakt en zoveel gerger hebt gemaakt, de tegenpool, die gaat dit ding zien, die gaat het onderzoeken, gaat kijken, dat nou, weet je wat, gezien die historie van deze dingen, laat maar, blijf lekker hier.
Mira, man kies problemen, want straks wanneer ze niet goed hebben in vertrouwen, dat de man is doen, dan gaan ze mij aanspreken erop van, hé, wacht eens even, hoe zit het hiermee? Kon je het niet voorzien, dit? Ja? En als je het niet hebt kunnen voorzien, ja, mensen, het komt er gewoon op neer dat je ja, in Suriname doet men de raarste dingen. En je brengt landen gewoon in problemen. Isabi, daarom gaan ze niet met jou samenwerken. Dat is die hele issue. Ja. En er is nog wat moois met dit ding. Want ja, kijk, bij die stemming gaat men hoofdelijk stemmen. Ja, en uitdrukkelijk stemmen, niet stilzwijgen. En een keertje wanneer ik meneer dingen gaat zien, hoe heet het, meneer Pinas, dan ga ik hem een schrijven laten zien waar er flink geknoeid is met deze verdrag. Maar dat is een ander programma. Hoe heet het, even kijken hoor, die stemming. Het is nog nooit voorgekomen, maar omdat het een verdrag betreft, mensen, dan mag jij niet die rommel krijgen wat er gewoonlijk in het parlement gebeurt. Ja. Even kijken hoor. Voor. Let me see, Kaba. Voor. Zo wordt het gestemd. Hebben jullie dit eerder meegemaakt in het parlement? Nee toch? Allemaal steken de hand op. Maar omdat dit een verdrag betreft, dan krijg je andere koek. Luister maar. Voor. Lid Kensenhuis. Oh, niet in de zaal. Lid Breeveld. Voor. Lid Gayadin. Voor. Lid Sharman. Gayadin die gaat voorstemmen, want hij heeft al zijn dingen, die hij wensen, die hij had, uitgesproken en in dat... Of verdrag opgenomen gekregen. Dus hij gaat voorstemmen. Sharma. Niet in de zaal. Niet in de zaal. Lid Yogi. Voor. Lid Ednel. Voor. Lid Girja Singh. Is niet in de zaal. Lid Poki. Voor. Lid Matura. Voor. Lid Hooghart. Voor. Iedereen heeft voorgestemd, mensen, voor het eerst, hè? Isabi, dat je oppositie en coalitie. Is die voor het eerst, ze doen het vaker, alleen mensen willen dat niet zien. Vooral die laatste man die voorschreeuwde, meneer Hooghart, dat oppositie is altijd tegen. Maar ja, dit spreekt, we spreken hem weer. Maar ja, dat is Hooghart. Je noemt Lassite naar de man dat hij. Maar, nogmaals, mensen, kijk nou. Je stuit op dit probleem in Suriname, dat je, wanneer het betreft verdragen, dan zijn er procedures die je moet navolgen. Als je het niet navolgt, dan wordt zo'n verdrag. Is het twijfelachtig, Isabi, of dat verdrag rechtskracht krijgt? Omdat je niet dat verdrag volgens de voorgeschreven procedure hebt aangenomen. Ja. Als jij nou zegt van ja, kijk, voor een verdrag ga ik me inzetten, dan denk ik bij mezelf, kijk nou, dat is een verdrag, oké, een bilateraal verdrag. Zij die nou man pas zelf de sandati toe in het parlement, jongen, ja? Waarom niet? Je hebt zo goed kunnen samenwerken met de VAP. Misschien was je het niet mee eens. En kijk, een NDP-lid, meneer Wang Sabesari, heeft zijn zegje kunnen doen om kritisch te zijn. Dacht, hé, heren, nou, je bent wel fout. Hoe zit het met al die andere 25 leden? De commissievoorzitter, biggie, mevrouw Cotino, commissievoorzitter van dit ding, heeft het niet gezien. Hoe kan het? Hoe kan het dat zij dat niet gezien heeft? En kijk, mensen, wanneer je praat over een bepaalde mate van domheid, dan krijg je allerlei onzin. Allemaal val je aan, Wanselaar. Weet je, het kan niet zo zijn dat jij als, hoe heet het, commissievoorzitter wordt benoemd en je weet totaal niets van artikel 8, dat het je gaat nekken. Isabi, en dat kan. En dan zeg ik van, kijk nou, zie je wat je gecreëerd hebt. You see, say quickie.
Isabi, de man durft hoe spreek je tegen. En dat wang op een manier is dat tegen dat Lukusepsa. Lukusepsa, ja. En ja, je hebt gezien toch? Men had gedacht van, ja, luister nog, kijk. We accepteren dat verdrag, we tekenen het, ratificeren het en doen van alles ermee. Isabi, wat je mag doen. En ja, wat doen we? We gaan dan die jongen dan halen hierheen en dan wil ik allemaal gratie. Want die jongens is Surinamer en ja, Surinaamse wetgeving en nog erbij, de Surinaamse wet is geldig. Dus ja, in de Surinaamse wet staat geschreven, Surinamers mogen, de president mag Surinamers gratie verlenen. Prima, is toch leuk? Isabel, zijn we binnen? Maar de Nolisa Zanboom, Simon zegt, ze kan geen Engels. Dat valt ook. Maar jij bent wel parlementsvoorzitter. Die Cotino is benoemd als commissievoorzitter. Die dat ding moet gaan onderzoeken, hoe of wat, wat zijn haken, ogen, al die dingen. En ze weten het niet. Er komt een, ja, ik wil niet zeggen buitenparlementair lid. Maar zo moet je hem omschrijven, want hij zit niet in die commissie. En dan zeg ik van, kijk, wat heb je eraan aan dit soort mensen? Like Afonso, Cotino, Misikaba, Asadanga, die dingen slaafs uitvoeren. Want je krijgt die problemen. Vandaag kon je Dino Boutersen binnenhalen, als je het op een eerlijke, nette, ordentelijke manier had gedaan. Maar je ziet in Suriname, spelen er andere zaken. Maar dat is voor een andere show, niet voor vandaag, want het is al bijna 3 uur. En ik moet gaan overdragen aan de mannen van PZN, weet je mensen. Maar dit ga je krijgen wanneer je mensen monddood maakt. Ik ben blij dat meneer Wangsabasari, hij doet het niet vaak, want ja, in allerlei jaren heb ik hem net een paar keer maar horen praten. Maar dat hij toch gaat op, dat dacht, ja, maar jongen, mijn lies, want dat is aan jou, jongen, zei dat jou, jongen. Isabi, toen is men een beetje wakker geworden. En die oplossing vond ik mooi, met dat Romaans Germaansrecht. Mensen, weet u, toen ik dit zag, het is vreselijk zielig hoor. Om mensen zo in het parlement te zien, een afgang maken. Is net wat ik zei van die meneer van dingen. Hoe heet het? Centrale Bank van Suriname. Ik vind het een hele afgang voor hem. Want ja, hij is zich gaan verschuilen achter de rokken van 2 dames. En dan vraag ik me af, takkie jongen. Hé, wacht eens even jongen. Kijk, hoe zit dit nou? Zeep zat jij jongen. Het kan toch niet? Jij bent de governor, sta op als man en zeg, hey, stop, ho, halt. Ik ben de governor, ik bepaal hier. We gaan zitten. Journalisten, jullie zijn de ogen, oren van het volk. Kom maar op met je vragen. En mevrouw, u, oprotten. Ga die mensen daar zeggen bij die eerstkomende vergadering die we hebben gepland. Laat ze even wachten, ik kom, dat ding loopt uit. En dan ga ik met mijn journalisten praten. Weet u waarom hij dat kan doen en waarom ik zeg dat het een gemiste kans is? Hij kan tegen die journalist zeggen, meneer de journalist, kijk nou, ik ben pas begonnen. Weet u dat als ik naar de wc moet, ik iemand moet vragen waar de wc is? Ik weet nog niks van die centrale bank. Dat wil niet zeggen dat ik niet weet hoe het financieel is en hoe het financieel geregeld moet worden. Maar dat is kennis en kunde in mijn hoofd. Maar als ik niet eens weet waar de toilet is, dan kan je me vragen stellen. Maar ja. Dit is wegrennen wat ze doen. De man doen ze aan. En daar zeg ik, het is een soort slapianus die, meneer Roemer. En dan zeg ik van, ja, oké, goed, leuk. Hij heeft een kans gemist, mensen. En dat vind ik jammer van hem. Hij had het beter kunnen benutten door gewoon daadkracht te tonen. Ik ben daarmee begonnen. En ik ben geëindigd met dat ding van, hoe heet het? Dat verhaal van Dino Boutersen. En ja, oké, goed. Dat plannetje is mislukt. En ik heb u laten zien waarom het mislukt is. En ja, goed mensen. Het zij zo, Isabi. If you know Sabi. Fame dansen, inom go dansen, Isabi. En Isabi, de biggest man ben leren toch, ja. Isabi, tenen sap dansen, zei we takje, ja, na pokoen op boom. If you know make your huiswerk, zei we takje, ja, na meester na of je vrouw tegen me. Isabi, dus die dingen kennen we al. Maar je ziet dat er weinig goed komt uit van de karing het parlement. En ja, het is jammer mensen. En wij zitten hiermee opgescheep. Het is heel jammer, maar ja, het is niet anders. Mensen, ik ga overdragen aan meneer Pinas.
Ik ga afscheid van jullie nemen, want ik ga genieten van mijn zondag. Mijn sitakasong is geen eten. En hoe heet het? Ik zie jullie aanstaande dinsdag weer om 4:00. Ga ik proberen natuurlijk met takje altijd, maar het lukt me nooit. Maar mensen, mijn excuses alvast, het lukt niet. Ik ga u overdag aan BZN en ik zie jullie dinsdag aanstaande om 4:00 weer. En ik wens jullie nog een prettige voortzetting van jullie zondagmiddag. Want doe dat vooral, want ik ga dat ook doen, Isabi. Ik zwaai af en veel luisterplezier verder bij BZN. Biji famir ma usama ore samaure. Standvast Radio, voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio.